je af en toe een klein beetje lectuur over wapens doorworstelt, dan kom je ook regelmatig de term Browning-vergrendeling tegen. Vergrendeling, dat houdt in de kogel, de patroon, komt hier langs de achterkant in de loop gestoken. Terwijl dat die kogel vertrekt, moet er hier een systeem zijn om die achterkant dicht te houden. Anders zal je kogel nooit niet vertrokken geraken. Actie, reactie, dat soort dingen. En de systemen die er bedacht worden om te zorgen dat systeem dicht blijft tijdens het schot, dat noemen we vergrendeling. Een van de populairste vergrendelingen, vooral dan in pistolen, semi-automatische pistolen, is de Browning-vergrendeling. We houden de Browning-vergrendeling in. De beste manier om dat te laten zien is natuurlijk door een pistool waar de naam Browning op staat. Hè. De GP of de High Power, of hoe dat je het ook wilt noemen. Browning-vergrendeling, heel typisch, die heeft hier twee nokken bovenop de loop. Die twee nokken die passen in twee uitsparingen die je in de slede kunt zien. Dus we gaan die loper even insteken. Dat zit redelijk vast in elkaar, dat kan geen kant uit. Door die haak die er van onder insteekt, uitsteekt, loopt er een as. En die as zorgt ervoor dat tijdens het schot, de kogel vertrekt dus die kant de loop uit. Actie-reactie zegt van dat dan de slee na verloop van tijd ook achterwaarts zal bewegen. Door de vorm van die nok die hier onderaan uitsteekt, gaat die loop een gegeven moment de plaats krijgen en gedwongen worden om lichtjes naar onder te haken, te gaan. Daardoor komt die vergrendeling, die twee nokken die hier zaten, los en kan de slee netjes naar achter bewegen, terwijl dat de loop... Wacht, de loop gaat dan lichtjes naar onder kantelen, wat dat dan vergemakkelijkt dat, terwijl het systeem open staat, de patroon langs onder hier de loop ingestoken wordt. Uiteindelijk gaat die slee tegen het einde van zijn reisweg botsen en gaat hij onder invloed van de sluitveer, die ligt hier ook nog ergens, dat zal het deze zijn, onder invloed van de sluitveer, gaat die slee terug naar voren bewegen. Je gaat onderweg die loop terug oppakken en weer onder de invloed van die pin die hier doorloopt, gaat die loop terug naar boven gedwongen worden. Dan heb je terug een veilig gesloten systeem. Dat is een systeem dat in de jaren, eind jaren 1800 uitgevonden is door meneer John Moses Browning. En dat is een systeem dat tot op heden ten dagen nog altijd in het overgrote deel van de semi-automatische pistolen gebruikt wordt. Soms hebben we wel, zoals bijvoorbeeld bij de Glock, dit is de slee van de Glock 34, eigenlijk exact hetzelfde systeem, maar met dit verschil. Hier heb je geen nokken bovenop je loop, maar je een grote blok bovenop je loop. Je hebt ook geen nokken binnen in je slee. Ja, je kunt ze niet zien, want ze zijn er niet. Hè. Maar je hebt een heel vierkantig uitwerpvenster. En uiteindelijk, als je je loop hierin moffelt, dan gaat dat je loop, hè, ik zal hem even laten bewegen, dat je het ziet waar dat hij juist zit. Zie je het? Dus dat vierkantig venster bovenop je loopblok gaat perfect passen in de uitwerpopening. Dat is een vergrendeling die lichtjes afwijkt van de Browning-vergrendeling, maar het principe is identiek hetzelfde. Dus ik denk dat ze dan spreken over een aangepaste Browning-vergrendeling, maar het is eigenlijk nog altijd een Browning-vergrendeling. Het systeem is identiek hetzelfde. Zo, weer een weetje over wapens voor hen die het interesseren. Hopelijk was het interessant. Bedankt voor het kijken. Doei!